voor die laatste is het zijn eerste basisplek sinds 4 september. Dat is toch een hele poos geleden. En de voorzet, weer een goeie. Dit keer zat de schrijver ertussen. Ja, afvallende bal nu tot bij Tsoukour. Weer maar een haar naast. Reuze mogelijkheid voor Dender binnen de minuut. Ja, Tabekou snelt voorbij de schrijver. Hij heeft wel twee man bij zich. Kijk eens hoe hij zich erdoor wurmt. Dan de goede voorzet. Dit moet de goal worden. En dat is hem ook. Leeds staat op 1-0 voorsprong op het half uur. Dankzij Pieter de Schrijver. Een eerste kans en een eerste doelpunt. Xavier Gies met de hand in de lucht. Sinds de U8 bij de Koninklijke Lierse Sportkring. Later dan bij Lierse Kempenzonne. En nu zijn eerste doelpunt. En wat gezegd van die prinsheerlijke assist van Tabekou. Buitenkant rechts. En plots schiet het Xavier Gies te binnen. Speeldag 14. In eigen huis tegen RSCA Futures. De schrijver met de voorzet en de 2-0. De dubbele voorsprong voor de thuisploeg. Tabekou, zo net de man van de assist. Nu de man van de goal. 2-0 Lierse. Op 4 minuten gaat Tender volledig kopje onder. En mag het lisp aan het feest. Nog twee keer komen ze voorin in de 16. Twee keer is het raak. Slecht uitvoetballen. Daar begint het mee van Borry. Uiteindelijk een nieuwe assist. De 8e al van het seizoen voor Guillaume de Schrijver. En dit keer Tabekou als afwerker. Op nummer 1 stond toen aanvoerder Thibaut van Akker. Opnieuw de voorzet Xavier Gies. Grabbelend het schot. In tweede instantie er wel goed bij Gies. Van Lalmont. Ja, dit is net niet goed ingeschat door Puppen. Heel wat volk in de 16, zowel Tsoukour als Lalmont als Van Oudenhout. Het is Lalmont en de redding van Maxime de Lange. Opgelet, het is nog niet voorbij. Maar nu behoedt hij zijn ploeg van erger. Ja, de goede kopbal hoor van Lalmont tot in de verse hoek. En ook hier was het Puppen die de meubelen redt. De tweede paal, de verse hoek geviseerd door Lalmont. Aan alle matchen is begonnen bij Dender. 16 van de 16 en nu dus 17 van de 17. De voorzet en net niet de 3-0. Een mirakelredding van Xavier Gies. Een weinig zorgvuldig voetbal bij beide ploegen nu in de eerste 10 minuten van deze tweede helft. Tsoukour zet zich door. Ateri dan. De save van de Lange. Hij is prima en brood nodig. Ja, in deze tweede helft blijven we toch een beetje op onze honger zitten wat betreft doelgevaar. Eén keer Dender en dat was het. Na 68 minuten. Nu dan. Voilà. We hebben het maar te vragen. De aansluitingstreffer voor Dender komt op naam van Zakaria Ateri, de Belgische Marokkaan. Hij dus in zijn nopjes en belangrijk voor zijn ploeg. Een topdag voorlopig voor hem. Zag daar straks zijn vaderland zich voor het eerst rond de 16. Steeds weer richting Tsoukour. Mooie beweging van Tsoukour. Het schot van Tsoukour. En Maxime de Lange moet alles uit zijn handschoenen toveren om de 2-2 van het... En dat is uitstekend werk van Tom van Imschoot en Co. Ze pakken 6 op 6 nu na de overwinning vorige week tegen SL6. Nu een driepunter tegen...